really gotta hold on. Hoi! En we hebben een nieuwe video van de Dirty. Jullie zien dat we hier een paar dingetjes hebben. En wij vandaag XXXL slime maken. Ja. Jullie hebben niet op YouTube gezien dat ik deze aan het maken was. Nee, want die video gaan we niet online zetten omdat... Nee. Ik geen gevoel meer heb in die video, hoef jullie ook niet te zien. Want en deze video. En hiervan gaan we een XXXL slijm maken. Dus we doen het met 1, 2, en papa! 3, 4, 5, 6, nee, geen 5. 5 kids crew van de action. Deze en slijm in zo'n potje zit al echt heel erg veel. Dus we hebben een XXXL. En we gebruiken deze versie van Gillette. En het wordt deze bakjes. Want deze weten we dat die werkt. En als bijvoorbeeld in eentje de grootste past. En ja. In de andere twee past het niet. Dan, ja. Dus. Ja. Ja. Oké. Okay. We gaan beginnen. Wacht even met je lijmpotje. Oké. Het ging er zo uit. Maar we gaan wel één voor één. Ja, we doen steeds één slijm maken. Zodat het niet kan mislukken. Want anders heb je zeg maar één hele grote. Dan is die niet gelukt en dan heb je geen slijm. Ik vind staan bij lijmpotjes en slijm maken het lekker. En we hebben deze roerstaafjes en ik denk dat we deze het meest gaan gebruiken. Die vork, zo, die hele grote vork. Oké, okay, ik wil er wel het meeste uitkrijgen. Ja, alles zit er bij mij wel uit. Nee, ook redelijk. Ik ga slurs gaan doen. Ja, wacht dan. Shake it, buddy! Boop, boop. Misschien gaan we erbij doen. En we doen gewoon geen kleur. Ja, dat doen we als laatste, denk ik. Met verf. Mm-hmm. Toch? Ja, dit is op zich wel goed nu. Zo. Ik heb ook best veel. Ik pik dit. Ja. Niet dat het een en ander scheurt. Anders pak jij even je verf. Of. Want al het laatste kleuren is wel moeilijk. Nee, dat is juist leuk. Oké, dan gaan we. Dan kan je het slijm zo doen en dan zet ik het hier en dan doe je zo. Dan gaan we aan het laatste kleuren. Ik vind het zo wel prima. Oké. En dan nu lensvlies. Oké, maar nog niet doen, hè? Nee, nee. Ik haal wel even dit erover, want bij mij zit Jamila en bij mij vult het allemaal in. En we maken het nog niet helemaal tot slijm, want dan kunnen we de andere potjes er ook nog wel mee doen. Jawel, dat doe ik wel. Echt? Ja. Maar waar gaan we het dan later doen? Gewoon in die bakjes? Ja. Kunnen we het steeds gewoon erbij doen? Ja. Weet je wel of het past of niet? Dit is wel heel snel klaar. Ja. Oh, het lijkt nog wel heel erg. Ja. Ja, ik ga het nog echt nog niet met mijn handen aanraken. Het plakt niet meer aan het vol. Oh ja, wel. Tot nu toe. Want jullie zien misschien mijn hoofd niet, maar zo. Mam, okay. Stil. Ja. We zijn bezig met de video. Oh my god. Eeuw, hij is nog helemaal plakken. Kijk! Zeg maar wat je vindt, mam. Ziet er goed uit. Thank you. We doen potje voor potje. Dit is al echt veel slijm. Dit is ongeveer de helft van dat baby slijm. Volgens mij past die... Lucky. Volgens mij past die genees in dit bakje. Oké, ik ga gewoon... Dit is al veel. Ga met mijn handen. Oh ja, ik moet nog met die andere slijm natuurlijk ook nog. Ik moet wel even ding doen. En Kim denkt gewoon, ja, wat boeit het ook. Ik doe het gewoon lekker. Zetten we straks even de video op stop. Als we niet meer genoeg hebben, dan ga ik even een camera. Ja, en we gaan de video ook op stop zetten als we meer dan 2.
twee slijmen en dan gaan we verder en dan zien jullie straks dan weer. Ja. Als we de tweede... Oh, omdat hij is een beetje rubberig. Deze. Dus de andere moet dan... Oh, die van mij plakt niet meer zo erg. Kijk. Nee, ik heb het eerst gedaan. De mijne is af. Deze. De mijne niet. Huh? Nee, toch? Het ziet er zo lekker uit. Kijk, ik moet er nog een beetje rondspussen. Het plakt niet meer. Ja, staat voor de ramen. Die camera viel uit, maar maximale grootte was bereikt van ongeveer. En we hebben ik heb de eerste slijm al af. Ik niet. Dus ik ga in de tweede beginnen. Kijk. Leg mijn slijm wakker. Oké, ik leg mijn slijm. Een klein beetje. Kim zei dat het helpt, dus dan doe ik het ook. Ja, op jouw handen schuurt. Oh, kijk al mijn puntje. Oké, deze slijm is af. Dan mag jij deze gaan openen? Ja. Daar ga ik mijn slijm in. Mag ik de grootste? Ja. En dan komen we erachter dat hij zelfs niet in de grootste past. Dat zou echt heel erg zijn. Ah. Maar dan heb ik alsnog wel een klein potje. Ja. Ja. Oké. Pretzels. Oh, het zijn allemaal. Het zijn er maar twee bakjes. Het zijn er drie. Oh, okay. Ik ga mijn eerste slijm. Volgens mij past die niet gewoon eens in één bakje. Dat past er al bijna niet eens in. Oh, we gaan echt niet genoeg ruimte hebben gewoon. Oké, ik ga aan mijn volgende slijm al. Nee! Jawel. Die van mij is ook bijna klaar. Ik ga mijn volgende slijm. Ja, wacht dan. Dit keer wil je ook even voor mij eentje pakken? Dit keer ga ik twee grote lijmpotjes in. Ja, ik ook. Als je wat dan is het? Mijn handen zijn nu wel heel plak, maar dat boeit me niet. Zo. 1, 2. En dan maar je wacht wel op mij, hè? En dan zie je dan mislukt net deze gewoon. Dat zou echt heel erg zijn. En dan hebben we de drie lijmpotjes. Maar dat geluid. Wacht je nu wel even op mij? En deze komt waarschijnlijk ook op mijn kanaal. Ja, deze komt ook op mijn kanaal. Dus ook gooi je kijken van Kim of zo. Want dit komt op mijn kanaal. Want dat is wel leuk dat je nou deze kunt kijken. Want ja. Oké, want jullie kennen Kim nu natuurlijk. Hé, wacht even! Ik kan daar toch een schuurtje mooi in doen. Zie dit. Er komt gewoon echt een lading slijm. Ik denk echt. Weet je mijn baby? Ik denk echt dat ik ernaast spuit of zo. Ik hoi! Hoi. Nee. Waar is die dan? Volgens mij daar ergens. Oké, met opa. Oké, zeg maar even via. Sorry, er stond iemand voor je te zien. Ja! Oké, doe even op pauze en dan doe ik even de deur open. Ja, dat zo. Wacht even, heel even schrik. Kim, ik ga alvast dit even roeren. Kim, je moet via binnen. Oh. Ja, ik... Kim, kom eraan, pap. Ik ga het eens even snel verder. Zo. Ietsjes meer. Zo. Oh, hij is al bijna leeg. En ik heb nog twee potjes. Maar dan gaan we het mixen. Hey! Ik zou het Kimberly. Kim, je was aan het roeren met mijn stokje! Je was aan het roeren met mijn stokje! Stoute Kimberly. Echt wel, ik had hem toch erin gezet. Oh! Wacht even met lenzen vloeistof toevoegen, ja? Oké. Okay. Oh ja, mijn is zo strong. Gaan we lensvloeistof doen. Dit is al gewoon echt super veel slijm. Dit bij elkaar was het slijmrecept wat ik bij deze heb gebruikt. Ja hoor, en de reactie begint weer plaats te vinden. Deze is van mij toch? Ja? Nee, deze is van mij. Oh, hij voelt zo lekker. Straks wordt hij nog groter.
Ja, en dan hebben we echt een mega slang. Oh, er ligt hier nog lijm op de bodem. Nee! Oh my god, jongens, de slijm. Maar welke kleur wordt het voor mij? Ik denk dat ik hem roze maak of zo. Ik heb blauw. Ja, ik weet het nog niet. Ook nog niet. Misschien grijs. Dat is ook niet. Of niet. We kunnen ook witte kleurstof toevoegen. Dat helpt toch niet? Ja. Maakt hij een beetje op. Shit. De steerschijn is gevallen. Maar wacht je. Hierna gaan we ook wel. Dit is de laatste die we op camera laten zien. Want het is niet zo interessant meer. Jullie weten allemaal hoe je slijm maakt. Denk ik. En als jullie het nog niet weten, zien jullie het nu. Als eerst doe je lijm erin. Het moet per se kist zijn, behalve als je zeker weet dat het werkt. Wat is zeker weet. En dan doe je scheerschuim of scheerschuim gel. Nee, ja, scheerschuim is het handig. Ja, dat is. En daarna doe je dit. Dat werkt het, maar je moet wel opletten, want er moet borax in zitten. Ja. Zo. Ik heb nog bijna gewoon echt slijm. Ik heb wel slijm. Ja, iedereen heeft slijm. Als je het maakt. Als deze reactie dus plaatsvindt, dat het één geel wordt en dat het. Ik ga het met bol weer één geel wordt, dan werkt het. Ik ga het nu met mijn handen doen. Er kan ook zijn dat je kleurstof die je gebruikt, dat die zorgt dat je slijm minder goed wordt. Dus let ook op welke kleurstof je gebruikt. En niet te veel, want dan mislukt je slijm soms ook. Want je moet wel oppassen met kleurstof. Deze heeft dus hier zo. Want als je verkeerde kleurstof gebruikt, dan gaat je slijm dus ook weer kapot. En er moet wel in de lijn PVA zitten. Ja, zoiets. Nou, sowieso. Ja, bij de Action hebben ze bijna altijd deze. En dan moet je even deze nemen. Hoor. Eigenlijk meestal. Ja. Altijd. Bijna altijd. Behalve als ze uitgekocht zijn. Want er was een keer dat het uitgekocht was, hè? Toen was ik er dood. Toen iedereen wilde slijm maken. Voor mij is het nog een beetje te pakken. Dus zoals Kim zei, doe ik een beetje op mijn handen. En dan ga je toch. Zo, ik doe het gewoon lekker met één hand. Dan heb ik deze nog gewoon een beetje schoon. Ja, ze blijven goed. We zetten zo even de video pauze. Eigenlijk op stop. Ja. Nee, een pauze. Verder. Ja. Dus, ja, want het duurt al 7 minuten en we hebben net 4 minuten nog gefilmd. Dus dan is hij al 11 minuten. Dus dan kunnen we nog maar 4 minuten filmen. Ja. En we willen natuurlijk wel mooie shots maken van de slijm. Wow, kijk deze mega. Ik ben niet. Deze is gewoon niet te groot als die. Dus je krijgt echt een grote slijm met 1 of 2 van deze lijmpjes. Ik ga er nog 2 handen doen. Mijn is alweer klaar. Ja, je wacht wel nu op mij. Ik zet deze bij mijn andere slijm. Slimy. Nog een beetje te plakkerig bij mij. Dus er moet nog wat letterlijk zoeken. Wil jij dat voor me doen? Past hij erin? Nee. Hij past er niet in. Kijk, jongens. En we hebben nog 2 potjes en we hebben nog maar 1 deksel. Volgens mij wordt hij ook nog wel ietsjes kleiner, hè? Maar nog ietsjes kleiner, want dan wordt hij ook ietsjes minder vlug. Kim, wil je wat lens of vloeistof erbij doen? Ja. Oké, dit filmen we wel. We gaan even snel af. Ja, en daarna gaan we even zelf slijmen. Zonder jullie! Ja, ze hebben jullie lekker pech. Ook schorsen. Nee! Nog een klein beetje. Kak. Kim, zeg gewoon. Dit moet een scheerstof zijn. En het is gewoon waar. Al nu. Klassie, veel minder. Zie dit dan. Ik ben de slijmkoningin, hè? Echt niet. We zijn alle 2 slijmkoningin. We zijn 2 linksjes. Oké. Vanochtend hebben we heel kort gelivestreamd. Ja, heel kort, want we gingen zeg maar met Senna wilden we livestreamen. Maar die livestream kwam dus op mijn kanaal. Op Kimmelso dus. Heb ik ontdekt dat hij op mijn kanaal kwam. Dus, ja. Voor mij plakt hij nog steeds te erg. En hij is mislukt. Dus niet die livestream kijken alsjeblieft. Ik stream nu wel op zich wel vaak. Want ik heb al vaker gestreamd op mijn kanaal. Dus als je wilt zien, het staat online. Maar ik kan ook op mijn volgende stream. Hallo mama. Ja? Nee, dat niet.
Dat was dus mijn moeder. Mam, zeg het hoi! Hoi! Naar de kijkers. Dit is mijn slimy. Dit is mijn moeder. Misschien komt mijn moeder ook groot. Thijs is met het ijs nog groter dan mijn moeder. Is echt super groot. Oké. Ja, wacht even. Oké, we zetten de video nu op vast. Ja. Dan ga ik deze nog even afmaken. Tot zo! We hebben gewoon een klein stukje overgeslagen. Sorry, die 3 cuties. Hij komt niet op de 3 cuties. Hij komt op de zo. Sorry voor cuties. Sorry, cuties. Kijk. Ja, voor mij is ook. Ja, hij komt ook op de 3 cuties. Maar dan moet hij even nu op. Ik heb alles bij elkaar gedaan. Ik niet. En dit. Zo zwaar is dit. Kijk, dit ga. Uit. Ja, het is echt heel groot. Oké. Okay. Het is ook super fluffy. Maar we hebben nog lijm hier, zeg maar, over. Maar dat doen we samen. Dus zij gaat lekker even wachten. Oké. Zij gaat nu even zien. Ja, kom op, slijm, ga eruit. Het is echt zo'n groot slijm dat we geen eens gewoon uit de bak kunnen halen. En het is zo'n goede slijm geworden bij mij. En bij jou? Toch? Kijk dan hoe groot die is. Klein beetje lenzenvloeistof. Dit is een XXXXXL slijm gewoon. Kijk dan! Oh my god. Hij past niet. Heel droog, maar hij past niet. Had je niet verwacht, hè? Hij druipt eraf. En dat is niet de bedoeling dat hij eraf druipt. Ja, jemig. Hij druipt eraf. Dat wil ik helemaal niet. We zetten het gewoon zo. Oké. Prima. Ja, en jij wacht nu even lekker. Kim. Ga de lijn nemen. Ja, alleen de lijn. Ja. Is mij ook al klaar? Ja, hier kan je echt nog wat slijm. Anders wordt. Wacht. De restjes worden voor IJsje's zusje. Voor IJsje's zusje nou. Dat is mijn zusje. Ik bedoel voor Jessie's zusje. En voor mijn zusje, denk ik. Nee, voor IJsje. Voor IJsje, voor de rest. Dus ja, dan gaan we die slijms. We gaan wel alles eruit proberen te krijgen. Ja. Zit er misschien een beetje weinig, maar. Ik heb mijn zusje wel beloofd. Kom maar uit. Nou, ik kom er best wel uit hoor, kijk maar. Mijn shirt is ondertussen weer onder. Of ik ga gewoon een schaar halen dat we het open kunnen knippen. Nee, niet. Ik doe alles er gewoon in. Zo. Oh nee, het druipt eraf. Holy shit. Het druipt er allemaal. Het is één vulkaan, jongens. Het druipt er allemaal af. Een spuwende vulkaan. Ja, dat hadden we kunnen verwachten, maar we waren eigenlijk uit. Ik ga het op een andere slijmbordje zetten. En dit is dan een verrassing. Want IJsje denkt dat we niet gaan maken. IJsje denkt dat we de volgende keer slijm voor haar gaan maken. Maar ze klopt. Ze krijgt nu dus slijm. Maar die van IJsje gaan we een blauwe kleur geven. Sowieso. Want zij zegt dat ze blauw kleur vindt. Oh wacht. Oh my god, bij jou zit er nog zoveel in. Bij mij niet meer. Kim. Ik zeg scheurt van. Maar niet veel. Want en de laatste niet zo heel veel. Zeg maar. Oké, maar. Bij mij is het op zich nog wel veel. Deze is wel sneller keer dan veel. Ja, ik ook. Ik heb echt ook een XL-slijm.
een normale formaat van slijm. Als we dit begrijpen. Dit zijn ongeveer bij elkaar één potje. Misschien was deze erbij gehad. Mijn is een beetje hard geworden. Ik weet het schuurst en ik doe van alles in te pakken. Ik heb gewoon expres wat overgelaten. Ik doe er wat schuurst bij, daar wordt ik altijd een fluffy van. Fluffy is altijd goed, jongens. Als jullie fluffy, slijm. Als jullie XXXXXL Fluffy Slijm horen, doe meteen. Oh, hij draait er weer vanaf, jongens. Oh nee. Oké, boeien. Het plakt toch niet aan die kabel. Oh nee, wacht. Nee. Ik ga het weer makkelijk. Ja, hier dan. Oh, ik wil jou het veel lekker ervoor uitnemen van mij. Ik moet het echt ervoor. Er moet lijm in. Kijk, jongens. Scheers gaan ook. Oh, er moet meer lijn in. Er moet meer lijn in. Maar dat hoor je niet vaak eigenlijk, hè? Er moet meer lijn in. Als jullie het vaker horen, schrijf het onderin de reacties. Ja, er komt lijn uit. Bij mij niet. Hey, Boezo. Hier komt geen lijn uit. Dus. Blijkbaar. Kom lijn uit. Ik heb er lijn in gedaan. Yes, dat wordt alweer bijna wat uit. Dat wordt alweer beter. Nou weet je wat, mijn zusje moet het maar gewoon lekker mee doen. Er komt al lijn uit, yes. Ja, hij is nu al veel beter. Er moet meer lijn in nog bij mij. Heb jij nog een beetje lijn over? Ja. Wacht, ik heb even lijn. Ze mag dit niet zien. Jawel, ik zeg gewoon dat we het bij ons aan gaan doen. Oh nee, niet weer de ons. Yes, er komt het uit. Kijk. Is al daar genoeg? Nee, niet de grond bereiken. Slijm. Oh ja, oh my god. Ja, kijk. Ha! Dit, oh my god. Nou gaan we bij elkaar doen. Nee, de mijn is nog niet af. Mijn nog niet? Ik doe het zo. Nee. Ja, altijd als het een beetje slijm is, maar toch niet te veel. Doe ik zo. Zo. Oh, ik doe altijd scherp van het mannen. Zo, het ieder was fijn. Schrijf het ook in de comments. Ja, wat doe jij als je slijm plakt, maar het is wel slijm en het plakt niet echt harder worden en het zachter, maar het plakt. Ik doe wat scherp van mijn naam. Ik niet. Ik lens rust of zo. Gaan we bij elkaar doen? Oh, dat vind je ook zo lekker. Zie je het? Kom, we gaan ze bij elkaar doen. Nee. Ah! Ik ga wel mixen. Okay. Dit is toch best nog wel veel slijm. Maar waar gaat zij het in bewaren? Oh, binnen ligt er nog wel een potje. Ja. Yeah. Dus. Mooi. Leg ook een even hier. Ik ga mijn zusje erbij halen. Ja, hij is zusje. Maar hij gaat niet in elkaar. Hij plakt niet goed. Er moet meer lijn in. Oh my gosh. Kijk, pak al mijn lijn. Ja, pak gewoon. Ik ga mijn zusje halen. Zo, zusje halen. Ik ga er nog lijn doen. Sorry dat ik het niet zo lang doe.
lijm in het slijm aan het doen. Zodat hij meer goed plakt. Want hij plakt echt niet aan elkaar, ook niet. Dus... straks. Ze doen deze lekker opzij. En dan ga ik mijn slijm erbij. Ik maak die van ijsje nog op. Die van ijsje is op zich nog wel groot van de restjes van de slijm. Ik sla er een beetje van mijn slijm bij. Dan misschien wordt hij dan deze. Misschien is mijn zusje daar. De video duurt nu echt heel lang. Kijk dit slijm dan. Ja, deze is voor ijsje. Die leg ik even hier neer. En dan pak ik deze van mij. Kijk. Dit slijm. Ik ga hem in mijn kont zetten. Wow, ik dacht dus dat hij in mijn kont. In mijn kont. Nee, niet het eerste haar. Nee, geen haar. Oké, hij valt mijn hele kont. Dus het gaat nooit in zo'n bakje passen. Dat hebben jullie al gezien. Dus we moeten een andere oplossing vinden. Ja, ik ga het eerst van mijn mannen doen. Want ik wil gewoon een slijm voor een keer. Dat is mijn excuus. Ik wil hem gewoon. Chips. We moeten dit echt gaan opruimen. Pippert! Oh, zijn mensen met de video? Zet hem maar even op pauze. Tot zo! Oké, we zijn er weer, maar we moeten zo echt dit gaan opruimen. Ja. Deze van IJsje is echt goed gelukt op zich. Die van mij ook. Hij is alleen een beetje niet zo rekbaar. IJsje! Ik ga nu IJsje. We gaan IJsje halen. Wacht, we moeten nog kleur! Eerst kleur! Eerste kleur! Ik heb even geleerd dat de eerste kleur is gedaan. Hij heeft eerst een cadeautje voor Jessie. En dus gaan wij zetten. Ik pak even een klein stukje van mijn slijm. Mijn slijm is ook niet echt lekker. En daar komt mijn zusje. En zij mag gewoon op YouTube. Door. Hier is mijn zusje. En we hebben wat voor jou. Dit. Het is slijm. Die hebben we voor jou gemaakt. Wacht maar. Oh. Die hebben we voor jou gemaakt. Leg maar erin. Dit is een moeilijk keer. Maar ijs. Ga het dan laten zien. Voel het. Ga maar laten zien. Jullie kijken. Ga maar laten zien dat je het voelt. Ze vindt het vies. Maar wil je het hebben of niet? Ja. Ja. Ze doet dat dan. Ja. Oké, dan gaat Jessie nu de kleur halen. Ja! Is zo. Oranje maken. Ik ga blauw maken. Dus ik begin met blauw. Ik begin met blauw. Woe! Binnen! Oké, ik heb zo goed. Ik heb al blauw erin gedaan. Dus nu heb ik deze eroverheen. Het is wel XXL. Wauw! Ik ga mijn ijs alleen lekker blauw. Oh my god. Ik denk dat ik zo nog veel meer erbij moet gaan doen. Volgens mij zie ik. Wow! Jongen! Mij zie ik nog helemaal niet. Nee, je moet het er goed doorheen. Ik ga meer erin doen. Ja, het is ook zo. Alleen het plakt nu weer een beetje aan de kom, dus dat is een beetje irritant. Ik ga gewoon lekker veel doen. Dat is te veel. Deze is zo overheen. Dan ga ik het zo doen. Oké, er moet wel wat rood bij. Ja, dit is echt te weinig kleur. Ja. Voor mij is dit denk ik ietsjes te veel kleur. Nee, echt niet. Oké, ik ga er... Daarom moet je dit eigenlijk in het begin doen. Door er
alleen bij XXL slime, XXXXXL slime, is het wel een beetje moeilijker, want je moet wel een goede grote kom vinden. Want kijk, mijn past er al bijna niet eens in. Zoals jullie zien. Maar je ziet een heel klein beetje. Ja, je moet er dus niet meer in. Is het er al echt veel in? Nope! Meer. Nu kunnen jullie het zien. Ja, het wordt wel ietsjes beter bij mij ook. Ik hoop niet dat het slijm hiervan heel hard wordt. Ik hoop wel dat dit een goede is. Oh ja, nou gaat het een worden hoor. Nee, nou echt wel hoor. En als jullie die Sandums 2 hebben gezien, zet het dan ook in de reacties, want die hebben wij wel gezien. En die is echt super. Slijm is nog kleiner dan dat van mij. Nee. Zo ziet het eruit. Ja, maar eigenlijk is het niet zo. Ik ga er heel even doorheen aan het kneden en het doet pijn aan mijn handen. Omdat mijn handen ook helemaal niet werken. Het ziet er echt heel erg gek uit en heel erg raar. Goeie Halloween look. Verf je handen na het slijm maken. En dan nog die slijm. Kijk. Alleen is het nog niet genoeg. We zijn nu al iets van 30 minuten aan het filmen of zo. Ja. En een half uur, dus als je een lange video hebt. Oké, we gaan de kleur afmaken en dan zien we jullie zo terug. En we zijn klaar. Ja, de kleur. Dit is mijn kleur. En dit is mijn kleur. Ja. En dan gaan we hem even uithalen. Nou ja, dat is wel mooi. Ja, maar door dat we hem in de bak hebben gedaan, is de bak nu wel een beetje meer schoner geworden. Ja. En bedankt, Kimberly. Alsjeblieft. Nou, goed. Ik ga hem eruit halen. Hij is zo baggy. Hij is zo groot. Nou, we zitten een beetje op de rand. Maar ja, dat is ver. Oh! Oh! Nee. Dat moet ik hem wel snel kneden. Oh, maar kijk, deze slijm. Kijk dan. Ik kan nog geen eens in mijn hand houden. En het kostte echt. Heel erg duur. Het kost echt heel veel tijd. Ja, dat ook. Het kostte. Weet je hoe duur het was? Het kostte €19,25. Voor dit te maken. Zonder deze bak. Oké, ik ga hier een stukje voor jullie. Dus we hadden nog 75% open. Kijk, en dat deed mijn opa nog niet. Ik pak ook even een klein stukje. Hij is echt een super fijne slijm. Ik wil kijken. Eigenlijk een soort partij waar je bij bent. In met je vingers. Echt super fijn. Nou, zit ook hier een beetje op de tafel. Bedankt, Kimberly. Maar kijk, je kan er echt heel fijn zo met je vingers. Zullen we het proberen op camera om een bel